Hallo allemaal, welkom bij deze miniserie over scheidingsmethoden bij Toeworks. We zijn aangekomen bij de volgende scheidingsmethode. We gaan het hebben over chromatografie, de C. Wat hebben we nou nodig? Stiften. Kleuren. We gaan kijken of deze kleuren nou één kleur zijn of juist niet. Dus andere stoffen bij elkaar gemengd. Dus dat gaan we kijken of we die uit elkaar kunnen halen. Nou, wat hebben we dan nog meer nodig? We hebben 2 bekerglaasjes nodig. Iets meer hier. Ja. Zo, 2 bekerglaasjes. Water. En alcohol. Wat ik nou ga doen, ik zet een stipje met een permanent marker op 2 kaartjes. En ik zet met een gewone kleurstift ook een puntje. Kijk. 2 papiertjes, de permanent en eentje met de gewone stift. Nu vul ik dit bekerglaasje met wat water. En deze met wat alcohol. En nu is dit niet gewoon papier. Dit is chromatografiepapier. Zorg dat ze een beetje rechtop blijven staan. Vouw ik ze een klein beetje dubbel. En dan zet ik ze zo in deze bekerglaasjes. En wat je ziet is dat die vloeistof omhoog trekt in dat papier. En dan gaan we wachten. Wat je heel duidelijk kan zien is dat die vloeistof die trekt door dat papiertje omhoog en die kleurtjes die lopen mee. Maar wat je heel mooi kan zien, ik zal ze even goed naast elkaar houden. Wat je mooi kan zien is dat hier, deze heeft in water gestaan, de permanent stift echt op zijn plek is blijven zitten. En in deze kleur waar we mee begonnen zijn, zitten heel veel verschillende stofjes. En die kunnen we nu heel mooi uit elkaar zien, dus die hebben we van elkaar kunnen scheiden. Nou, hier, deze suiker, deze zit in een bakje met water. De loopvloeistof noemen we dat. Die is in dit geval water. Maar hier zien we ook dat hier wel die verschillende stofjes in zitten. Maar deze heeft in de alcohol gezeten. En daar zie je dat die permanent stift ook meegelopen is. En nou ja, dat is wel dusdanig dat je niet echt verschillende kleurtjes heel goed kan zien. Maar andere stofjes die op deze zitten, zijn er hier blijven hangen. Afhankelijk van welke loopvloeistof je gebruikt, kan je dus andere stofjes hiermee scheiden. Deze techniek heet chromatografie. Een heel moeilijk woord, maar dat is een van de scheidingsmethodes. Nou, nu kunnen jullie de vragen maken in jullie werkboek of op toeworks.nl. En ik zie jullie weer de volgende keer in het lab.